Volgens de Drutense wethouder André Springveld loopt Druten geen financieel risico met het bedrijventerrein westerhout zuid De fractievoorzitter van Welzijn Drutte, Haji Aslan, beweert het tegenovergestelde. Uit diverse bronnen zou blijken dat het bedrijventerrein het grootste financiële gevaar voor de gemeente is. De gemeente verkoopt kavels op het bedrijventerrein, maar dat wil nog niet goed lukken. Springveld heeft aangegeven bereid te zijn om op papier te zetten dat Druten geen financieel risico loopt, maar tot nu toe heeft de Drutense Raad daar nog niets van ontvangen. Het college van burgemeester en wethouders geeft aan dat informatie over Westerhout-Zuid alleen achter gesloten deuren verstrekt wordt. Op dit moment hebben veel gemeenten bedrijventreinen aangewezen. Het is goed mogelijk dat de provincie een aantal daarvan gaat schrappen, wat betekent dat die grond minder waard wordt.